Checked. Wat wel eens bij de piepercheck wordt vergeten is dat diegene die checkt ook achteraf zijn pieper weer op zender moet zetten. Dus vergeet nooit de checker te checken. Er ligt gewoon te veel sneeuw. Ik ben helemaal kapot. Maar ik wil werken. Hoe was de poeder vandaag? Het was diep. Het was diep. Dus ik ben benieuwd of dat mij van boven nog zou. Nee, het is genieten. Je kop is leeg. Het is gewoon knallen. Het is diep gaan. Met mate. Het is je grenzen opzoeken. Erover gaan. Het is vallen. Skis kwijtraken. Nee, ja, skis kwijtraken. Zoeken, frustratie. Maar dan doe het toch voor elke nieuwe bocht. Elke woe in de poeder. Het is voor het vuistje achteraf. Het is voor de proost in de bar, het is de stook weken op voorhand, elkaar zenuwachtig maken voor gewoon die paar bochtjes te kunnen draaien, gewoon hop die auto inspringen, rijden naar de Alpen, iedereen die zegt waarom doe je het? Ja nee, gewoon daarom, ja. Het is gewoon daarvoor. Lawines met knallers, maar wij gaan gewoon met Gulden Draak. Wat is het? De Gulden Draak is eigenlijk een draak die op Belfort staat in Gent. Wat niet zo vol? Wat niet zo vol? Wat niet zo vol? Ik moet morgen jouw ski zoeken. Ja, dat is wel waar. Geef maar terug dan, ja. Ik ben mijn ski kwijtgeraakt. Stuikje gezet. Tegen rots geknald. Ook kwijt. Hè. Weet je, we gaan morgen misschien wel gaan zoeken. Het is wel een chanske. Er zijn eigenlijk wel vette luchtbeelden geschoten. En je ziet nog net waar dat de ski wegschiet eigenlijk. En dan hopelijk dat we met die beelden net iets rechter kunnen gaan zoeken. Ja, dat is genoeg hoor. Dankjewel. Morgen wordt de dag. We hebben echt mazzel. Mooie pak poeder gevallen. Helemaal droog. Goed droge poeder. Als we een beetje mazzel hebben, komt er een zonnetje door. We hebben een drone bij ons. Gaat echt mooie shots opleveren. Wordt koud, even door buiten. Maar we moeten wel even knallen, want maandag knalt die Zuidfeun erin. Dus we gaan echt... Morgen wordt een dag, jongen. Iedere trip is een nieuwe trip, is een nieuwe ervaring. Het is geen tv. En dat is ook het goede, want het is er niet altijd. Dus soms heb je dagen denk je, het komt niet. En dan komt het. En soms heb je dagen, het moet er zijn. En dan gebeurt het niet. En dan moet je gewoon een paar versnellingen terugschakelen.